Doneer nu en ga naar stio.nl/helpjemee. Goedenavond en heel hartelijk welkom. Wij zitten hier in Nieuwegein. En we zitten hier omdat Stio 95 jaar bestaat, maar dat niet alleen. We zitten hier ook vanwege Habitat en vanwege de bouwreis. En daar gaan we zo meteen van alles over vertellen. Ik zal eerst even de mensen aan tafel bij mij voorstellen. Het zijn Marco Harkes, directievoorzitter van de Stio Groep. Ik zeg het goed, hè? Helemaal goed. Ja. Heel goed, de hele middag op geoefend. daar zit Jennifer Lemke, directeur van Habitat Nederland. En aan de tafel in het stemmig blauw, helemaal in het, ja, je bent dressed for the occasion, Karin Nas, fondsenwerver van Habitat Nederland. Nou, ik zei al, we gaan een heleboel doen vanavond. We hebben namelijk twee hele belangrijke momenten. Het eerste is de vestiging van Stio, die het meeste geld heeft binnengehaald. En die krijgen een prachtige prijs, waarover straks meer. De drie vestigingen die aan kop gaan, die zijn hier ook. En die stel ik ook even aan jullie voor. Daar zit Danny Overeem. Hij is de assistent vestigingsmanager in Utrecht. Toch? Welkom, Danny. Naast jou zit Christel Sandberg, verkoper binnendienst Den Bosch. Helemaal uit het bossen. En voor Eddie Levering is het eigenlijk een thuiswedstrijd, want jij werkt bij Stio Nieuwegein. En je bent net van een barbecue getrokken, want die vindt hier aan de overkant plaats. Ja, het zit nog vol. Je zit nog vol. Nou, hartstikke goed. Ik zei al, Stio bestaat dit jaar 95 jaar. Ieder jaar steken jullie het hele bedrijf en jullie klanten de handen uit de mouwen en gaan jullie samen met Habitat op bouwreis. Maar Marco, dat is dit jaar niet het geval, hè? Nee, het is dit jaar allemaal anders. We doen het al 20 jaar ondertussen. 20 jaar dat we eigenlijk ieder jaar één of meerdere reizen naar ergens op de wereld gaan. Waar een dak boven je hoofd niet zo vanzelfsprekend is. En afgelopen jaar ging het niet door. En ook dit jaar niet, vanwege corona. Mm-hmm. En dit jaar is natuurlijk dubbel zuur, want dit is het jubileumjaar. En dat is het jaar waarin we eigenlijk ook altijd wat extra's willen doen. Een kroonjaar. Een kroonjaar. Ja, als het, ja, precies. 95. Dus we doen altijd om de 5 jaar doen we echt iets extra's. Dan pakken we het groots aan. Dus dat is dubbel zuur, dat je dan niks kan. Dus we hebben bedacht, nou, weet je, we willen toch wat doen. We willen toch op de een of andere manier ons steentje bijdragen. Dus we gaan dan maar... Nou, niet dan maar dan gaan we vol inzetten op fondsenwerven. Ja. Dat we op die manier toch iets kunnen doen. Niet fysiek daar om te metselen en om te timmeren. Mm-hmm. Maar toch om de mensen, in dit geval in Oeganda, in staat te stellen om daar iets goeds te doen. Ja, Oeganda. Wat kan je daarover vertellen, over Oeganda, over projecten daar? Nou, daar kan Jennifer alles over vertellen. Jennifer? Jij bent directeur van Habitat Nederland. Want we gaan zo meteen ook contact zoeken met Oeganda, als het allemaal mee zit. Ja, met Brenda in Oeganda. Wat zijn jullie aan het doen in Oeganda? Ja, het programma wat we in Oeganda hebben richt zich eigenlijk op jongeren. We proberen ze met een vakopleiding een steuntje in de rug te geven en een toekomst. Zodat ze met het geleerde een bedrijfje kunnen starten of ergens in dienst kunnen komen. En dus een inkomen kunnen verdienen voor zichzelf en voor het gezin. Mm-hmm. Daarnaast bouwen we natuurlijk huizen, want daar staat Habitat voor. Huisvestingen voor de meest kwetsbaren in de samenleving. En met die huisvesting geven we ook zeg maar watertanks, hè, zodat er ook op water- en sanitair gebied voorzieningen worden gegeven voor de mensen daar. En is het dan, om het maar heel lelijk te zeggen, Oeganda breed of zijn jullie in bepaalde regio's aanwezig? We werken in het hele land, dus we zijn met de verschillende oplossingen op verschillende plekken in het land aanwezig. Niet overal nog, hoe meer middelen we hebben, hoe meer fondsenwerving, hoe meer mensen we kunnen helpen, ook op andere plekken. Mm-hmm. Maar we zijn nu vooral bezig op 3 plekken in Oeganda. En wat, Marco, is nou precies de relatie tussen Stio en Habitat? De relatie is dat we eigenlijk een gedeeld iets hebben en dat we graag iets willen doen voor anderen. Mm-hmm. Anderen die het minder hebben. Mm-hmm. En het mooie is dat Habitat is natuurlijk in de kern, die zorgt voor huisvesting voor mensen die het minder hebben. Wij zitten in de bouw en dat is de hele mooie link die we met elkaar hebben. Dus als wij bouwreizen organiseren, dan zie je ook dat we een hele schare aan klanten kunnen meenemen die echt iets kunnen. Mm-hmm. Dus we hebben dan een hele mooie combinatie tussen mensen die alleen maar sjouwen zoals ik en we mensen die echt iets kunnen. Ja. En dan kunnen we gewoon iets moois realiseren. Ja,
Want in 2001 ging de eerste bouwreis, ja. Hè, als ik het goed heb. Ja. Kan je een paar landen noemen waar jullie zo al zijn geweest? Jeetje, we hebben het over de Filipijnen, we hebben India, Indonesië, Cambodja, Zambia, Lesotho, Sri Lanka. Sri Lanka. Guatemala, dankjewel Ed. Het lijkt wel een soort bingo kaart. Ja, zoveel. Ja. Eens eventjes kijken, want we. Er kan nog steeds gedoneerd worden op de Bouwmee-site. Het is bouwmee.nl. Kunt u nog steeds noteren. Onder in beeld, als het goed is, verschijnt nu het adres. En zo niet, dan hebben we een technicus die in de stress schiet. Maar als het goed is, zou het in beeld moeten zijn. Die 23 STIO-vestigingen die hebben samen met hun netwerken de afgelopen 4 maanden zich ingezet. Door middel van diverse landelijke en lokale acties te organiseren om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En daarvoor ga ik eventjes naar de overkant. En ik heb daarvoor helemaal een corona-proof microfoon. Want zo zijn we dan ook alweer. Danny. Ik begin bij jou. Jij bent van de vestiging in Utrecht. Klopt. Kan je vertellen wat jullie allemaal hebben gedaan? Jazeker. Wij hebben een dakje neergezet waar de klanten een pannetje kunnen sponsoren. En dat verschilde van 5, 10 tot 50 euro. Ook een kleurtje geven, zodat je kan zien dat de klanten die het meest betalen ook heel graag meer willen betalen. Dat zijn toch haantjes. Ja. Dat hebben we gedaan. En het rad van Habitat als het ware. We hebben een mooi rad gekocht op internet. Met wat Prularia en dat... Kon de klant gewoon voor 5 euro sponsoren en dan kon ze een slinger draad geven. En daar hebben we ongeveer, denk ik, 1300, 1400 euro mee opgehaald. Ik loop heel even om, want ik merk dat mijn arm in slaap begint te vallen. Wat zijn nou het Rad van Habitat? Het Rad van Habitat, ja. En wat is dat? Dat is gewoon een soort rad van avontuur, als het ware. Dus een slinger aangeven en een bingo kaart, als het ware. Ja? En daarvoor zei je pannetjes? Een pannetje, dakpannetje, ja. Ja, precies. Gewoon een huisje, dat is waar. Ja, ik denk pannetjes, denk ik lekker eten. Nee, we hebben een stellage neergezet en dan kunnen de klanten een pannetje sponsoren. En dat timmeren dan op het dakje als symbool van, hé, je bouwt mee aan een huisje. Ja, en die hadden verschillende kleuren? Alle kleuren, ja. Elke kleur stond voor een bedrag? Een bedrag. Waardoor de klant zegt, oké, ik wil graag een goud of een oranje pannetje, of het duurste pannetje. En de klant wil dan altijd haantjes spelen, want ik wil toch het duurste pannetje erop hebben, want ik sponsor het meest. Ja. En dat is wel leuk. En van wie was het idee van die pannetjes? Ja, dat idee bestaat denk ik al 2 jaar. We doen al 2, 3 jaar zijn we de pannetjes. En dat werkt gewoon als een tuin. En wat goed is moet niet veranderen, zeg ik altijd. Zeker niet, zeker niet. Christel, in Den Bosch hebben jullie het een stuk sportiever aangepakt, toch? Ja, wij zijn met z'n allen gaan nadenken wat kunnen we doen. En onze sportiefse collega van Giebels, Hein, die fietst veel. En die zei van, we moeten er een actieve sponsoractie van maken. Ja. Dus toen hebben we bedacht dat we met z'n allen zouden gaan wandelen en fietsen. En dan hadden we als uitgangspunt 95 kilometer. Maar dat is uiteindelijk wel een dikke 110 kilometer. En toen zijn we sponsorgelden gaan... Maar dikke 110 kilometer? Ieder voor zich wel. Hè. Het mooiste zou natuurlijk een soort Europa Run actie zijn. Dat je met z'n allen achter elkaar... Maar dat was... Ik sta hier, hè, Christel? Ja, maar achterom kijken. Ja, nee, je zit gezellig aan de mensen te kijken. Maar ik zit de hele tijd naar een achterkant. Ik wil best zo gaan zitten en ik kijk de rest tegen mijn rug aan. Ja, dat maakt niet uit. Als ik je maar kan zien, ik zit de hele tijd tegen. Nou, liever het bij deze. Nou, hallo Christel, aangenaam. Dus het liefst natuurlijk een soort Europa-run. Ja, dat was natuurlijk het ideale plaatje. Natuurlijk met z'n allen vanuit Stio Den Bosch en dan 95 kilometer achter elkaar. Maar we zijn dus ieder vanuit onze iedere locatie thuis zijn vertrokken. En de ene fietsend, de andere lopend. Wat heb jij gedaan? Maar wel allemaal op paasweekend op dezelfde dag. En wat heb jij gedaan? Ja, ik en mijn buddy, fietsbuddy Tony, die op de achtergrond zit. Wij zijn gaan fietsen in het verzorgingsgebied, zoals dat heet, bij de Stio. Ja. Dus waar de meeste van onze klanten vandaan komen. Ja. En Tony die... die en had heb je taart gebracht en dat niet? Bossenbollen, natuurlijk. Ja. En heb je 95 kilometer gefietst of niet? Nee. Okay. Wij zijn volgens mij iets van 40 kilometer hebben we gefietst. Nou, dat is ook een eind. Ja, maar je zeker. Moet ook weer terug. Of heb je gewoon een rondje gemaakt? Een rondje, okay. Ja. Eddie, tot slot, want jij zit hier natuurlijk namens Nieuwegein. Wat hebben jullie allemaal voor prachtige dingen bedacht? Nou, we zijn iets minder creatief geweest dan deze twee, moet ik zeggen. We hebben vooral het netwerk aangeschreven, verhaal verteld. En vooral voor onze vestiging geprobeerd om geld te vragen voor de dingen waar je eigenlijk al van tevoren van weet dat je er geen geld meer voor kan krijgen. Ja. Daar hebben we vooral op ingezet. En daar is links en rechts nogal leuk op geboden. En zo loopt dan de teller op. Ja, ja. Dat is verhaal. Heel goed. Ja, het gaat natuurlijk om het ophalen van geld. En dat wordt gedaan in de diverse vestigingen. Maar kijk, Habitat heeft daar natuurlijk ook een professional voor aan boord. Een heuse fondsenwerver. En dat is Karin Nas. Goedenavond. Even kijken. Kan jij
Jij bent meegeweest op bouwreizen. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat is het mooiste wat er is. Dat is echt het mooiste. En zeker als je met Stio op bouwreis mag. Ik ben de laatste jubileum met Stio, met 50 mannen en vrouwen van Stio op bouwreis geweest. Dat is het mooiste wat je kan meemaken als je op een bouwreis gaat. En ik ben best vaak geweest, dus dat zegt nog iets. Maar wat is dan het verschil? Dat zijn 50 mensen die vol passie en verbeterheid aan de slag gaan. Mm-hmm. Die willen echt iets bereiken. Mm-hmm. En ze hebben vreselijk veel lol. Dat is niet te omschrijven hoe mooi dat is. En dat is die saamhorigheid, ja, dat is wereld. En zijn het allemaal handige mensen? Want ze werken bij Stier. Nou, Marco zei net, Marco is meer van het sjouwen. Ja, Marco is meer van, je hebt sjouwers en je hebt echt hele handige mensen. Ja. Maar dan zit ze, ja, iedereen kan iets doen. Maar dat kan bij iedereen bij ons op bouwreis, kan iets doen. Mm-hmm. En het feit dat je dat samen doet en dat je ziet waar het geld terechtkomt, want dat is heel belangrijk voor ons gevoel, zeg maar. Dat je ziet waar je het voor doet. Het contact met de mensen daar, want we bouwen samen met de mensen daar, dus met de families en de bouwvakkers. En wij zijn niet in de lead. De mensen daar zijn in de lead. Dat vinden wij nog wel eens lastig. Zeker ook de bouwvakkers die meegaan, want die vinden dat wel even, hoe doen zij het? Ja. Maar uiteindelijk, dat zie je op de maandag altijd wel wat vrevel en op de donderdag denk je, ach, het gaat helemaal goed. Ja. En ik ben voor de promotie, hebben we op social media allemaal gedaan, hebben we filmpjes gemaakt en ben ik op bezoek geweest bij oude bouwreizigers, niet autobouwreizigers, moet ik zeggen. Ja, en die verhalen. Die mannen van 80. En die verhalen zijn zo fantastisch, want dan kom je bij iemand aan tafel en die is dan, nou zeg maar, 10 jaar geleden geweest. Ja. Is net of het gisteren was. Ja, ja. Zo mooi zijn die verhalen. Ja. Nou, dus het maakt indruk op mensen ook. Ja, het heeft heel veel impact. En wat ze daar gezien hebben, nemen ze altijd mee. Ja. En kunnen ze ook in de coronatijd weer relativeren. Wij hebben een dak boven ons hoofd. We hebben hier alles geregeld. We hebben een volle koelkast. En dan zie je dat weer. Dus dat is zo mooi om mee te maken. Dus ik laat mij maar praten met oud-bouwreizigers en ik ben in mijn hum. Ja, nou ja, bij gebrek aan een echte bouwreis, dan maar praten met oud-bouwreizigers, toch? Ja, ja. We hebben om een impressie te geven, hebben een video klaarstaan. More Than Just A House, waar we eventjes naar gaan kijken. Sinaba kufuna nyumba ya habitanti obulamu bwo bwali buzibu nnyo bwali buzibu ddala olw'ensonga twali abaana bangi ate nga tetulina wakubeera ti tata affe yafa nga tuliko bulungi nga tuli lutale nga tuli tweyagala asobola okutuyiyiza ne tulya kati olwafa ne batugobayo e lutale ne tuvaayo ne tujja wano wakoja nga tetwagala kukeeyana batuyisa nga baddu kisa kyona ne tujja wano wakoja ne tufuna akayumba akaali akafumbirwamu ne tubeera omwo ne tutamu ekitanda ekya permanent nga mwekiri kati ng'enkoko zo zeebaka wansi waakyo kati ngayo ng'enkuba wetoonya naffe tugendeeyo ne tubeereeyo n'enkoko zaffe eyo lwakubanga ekitanda kiba kituprotectinga enkuba eri kulinkinga munda muli kakati okuwulira ku habitant nga eze mu kitundu twawulirira mu kyaki ekyaki eyasooka okubyogera kati olwavaawo nendaba ttiimu ya basajja ba habitant ne LOC chairman nga bayise olukiiko tulonzemu okufuna ennyumba wo twawuliranga abalimba kuba n'abantu bangi bajjanga nga batugamba awo bagenda banyagako ettaka lyamwe temukkiriza ne tugamba ate akapolota ke tubadde tufunyeewo awo akatontono nako bakatwale kati ne tubeera mu doubt nga tugamba naye nga tulabako we baali bazimbyeko fe ne tukkiriza abantu abasinga ne bajja ne batagamba gwe lwaki musikuwala bajja banyagako n'ako akatono ke mufunye kale kyalinga kirooto mufwe naye era twasanyuka nnyo okulaba nga baze ne bapimawo ate awo ne twongerera ddala okakasa nti kituufu twali basanyufu nnyo yo habitanti yetuyambye nnyo okutujja mu mbeera embi gye twali tulimu n'emitima gyaffe kati gyo misanyufu olw'okubanga
tu eba kavulu mama ange eba kavulu nji yali twaite tulabanga ko cemented house naye kati okuberanga nafe sandals. Being able to walk barefoot around your own home on a sealed rather than a dirt floor is not the only upgrade Habitat for Humanity wants to offer the vulnerable people it reaches. Whilst it aims to help as many target families as possible, each house costs $7,000 to build. With increased donor support, the impact could be truly substantial. By responding to feedback from the local community, Habitat for Humanity aims to address specific concerns about local housing stock. Ate twali tujewalikiriranga nnyo nga tumanye genda kutubuuza tulemu otulo naye kati ate tujagala olw'okubeera. Dat was een behoorlijk indrukwekkend filmpje. Jennifer, jij bent in Oeganda geweest vlak voordat het op slot ging, hè? Vlak voordat de COVID-pandemie in zijn volledigheid uitbrak. Ja, dat was in maart vorig jaar. Ja. Ja. En hoe trof je daar aan? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat het land was natuurlijk al eerder bekend met virussen zoals ebola. Ja. En daar zag je dus ook al op elke hoek van de straat bij wijze van spreken van die hand sanitizers. Mensen gaven elkaar ook geen hand. Dat is allemaal goed en vanaf afstand. Hmm. Dus daar was het land nog niet getroffen. Dat is nu wel anders. Ja. Nu, op dit moment is het land echt een volledige lockdown, zoals wij dat ook hebben gekend vorig jaar. Mm-hmm. Want je ziet de coronapandemie over de wereld golven. En dat is dus nu is Afrika aan de beurt. Ja, dus daar veel last op dit moment? Ja, de volledige lockdown betekent dat ook echt niemand meer op straat mag. Net zoals dat wij dat niet mochten. Hmm. En dat belemmert het werk van Habitat natuurlijk enorm. Dat heeft het in de afgelopen periode ook wel gedaan. Maar niet zo volledig als nu. Hmm. Gelukkig konden we toen wel verder bouwen. En de mensen die ik toen heb ontmoet, daar weet ik gelukkig van dat ze een goed huis hebben. En ik heb jongeren zoals Job ontmoet daar ook. Ezaal ja. Is zeg maar klasgenoot van hem. Mm-hmm. Ook opgeleid tot timmerman. En hij kan nu met dat wat hij geleerd heeft, repareert hij meubels voor zijn gemeenschap, het dorp waar hij woont. En kan met het geld zijn broertjes en zusjes naar school sturen. Dus je ziet dat zo'n hele gemeenschap daar eigenlijk voordeel van heeft. Ja. Ja, dus ik heb Job niet ontmoet, maar wel een Job, genaamd Ezaal. En ik geloof dat we ook in de afgelopen periode een campagne Jane hebben voorgesteld aan de mensen. Dat is een oma met 5 kleinkinderen. Mm-hmm. En ik kan vertellen dat zij, ondanks de corona, toch daar haar huis heeft gekregen. Dus dat is echt fantastisch nieuws. Ja. Dat hebben collega's nog net voor de lockdown voor elkaar gekregen. Graag. Dus ja, dat is echt fantastisch. Als je hoort dat je collega's dus alles op alles inzetten om het ondanks alle belemmeringen en uitdagingen toch voor elkaar te krijgen daar. En voor maar $7,000, zou ik bijna willen zeggen. Daar koop je een Appingerdam nog niet eens een schuur voor. Nee, Ja, er wordt natuurlijk gekeken dat we zeg maar met goede materialen, maar wel toegankelijk voor organisaties, Habitat en de mensen die we willen bedienen. Hmm. Een goed huis kan worden ingezet. Ja, ja, het is niet te vergelijken. We kunnen waarschijnlijk bij ons nog eens een schuur voor dat geld bouwen. Nee, precies. Ja. Die prijzen liggen daar wel anders. Ja. Karin, even nog een vraag aan jou. Want heeft de coronacrisis invloed gehad op de fondsenwerving? Ja.
Ja? Ja, en op welke manier? Nou, wij kunnen geen bouwreizen meer uitsturen. Ja. En dat was een groot deel van ons werk. Ja, qua zichtbaarheid ook waarschijnlijk. Ja, zeker qua zichtbaarheid. Maar ook, daar stonden volgens mij 25 bouwreizen zeg maar, op de rol. Ja. Mensen die wilden gaan. En gaat die ingehaald worden als COVID achter de rug is? Dat hopen wij wel. Ja, ja heel, heel graag. Zeg ik maar. Hoop het alleen voor jou al. Ja, ik ook. Ja, als ik wel veel plezier daar heb. Ja, nee, en ook al de bouwreizen staan ook eigenlijk te trappelen. Er zijn ook maar heel weinig mensen die zeggen, ik ga niet meer. Nee. Nee, ze willen allemaal toch wel weer. Ja. Dus ik hoop het van ganse harte dat we dat weer kunnen doen. Nou. Voor daar en voor hier. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Nou, de vestigingen hebben in ieder geval hun steentje bijgedragen. Ja, zeker. Ik wil jou uitnodigen, Marco, om met mij mee te lopen naar de drie finalisten. Ja, mensen, het is zover. Je moet nu eigenlijk zeg maar een soort van roffeltje erbij bedenken. Marco, jij gaat daar staan. Nou, dat kunnen wij. Weet je wat we doen, Marco? Ik geef jou gewoon, kijk eens, ik geef jou deze microfoon. Want als het goed is, staat daarachter op de check staat welke vestiging gewonnen heeft. Maar voordat we dat gaan bekendmaken, wat winnen ze eigenlijk? Maar voordat ik dat bekend ga maken, wil ik nog wel eerst even zeggen is dat ik een heel groot compliment wil maken aan alle stierbouwpleinvestigingen. Alle 23 stierbouwpleinvestigingen en de collega's van Bouwmaat en Baars Bloemhof. Die hebben ook nog een aardig duitje in het zakje gedaan, of aardige duit in het zakje gedaan. Want het is toch best wel een ingewikkelde periode met corona. En dan toch zo'n actie opzetten met alle vestigingen. Ik vind dat ze dat met ongelooflijke energie en passie gedaan hebben. En daar ben ik echt super, super trots op. Complimenten en dank aan de hele organisatie daarvoor. Ja, en dan kom ik bij wat is het dan? Hè? Want het is namelijk een teamuitje. He, dus het cadeau is een teamuitje. En het geluk is natuurlijk dat de maatregelen een beetje beginnen. Dat de maatregelen verminderd worden. Dus de kans is ook heel erg groot dat je het kan verzilveren. Ja? Oh ja, okay, ja, dat is ook wel zo leuk, toch? Precies, dat is ook wel zo leuk. En wij hebben een belofte gedaan. Ja, wij hebben. Nou, daar wilde ik even naartoe. Je hebt een belofte gedaan, Marco. Ja. We hadden een online bijeenkomst. En ik was zo enthousiast dat ik zonder zeg maar, enig vooroverleg met mijn collega's. Heb beloofd dat wij als volledige directieteam komen koken voor de vestiging die wint. Wat zeg je? Sorry, ik ga het nog één keer aan. Wij komen met z'n vieren koken voor de vestiging die wint. Heel goed. Heel goed. Ja. Ja. Nou, laten we bekendmaken wie het is geworden. Het staat maar ik wil nog wel één waarschuwing. Oh, je gaat de spanning nog opbouwen? Nee, ik wil nog één waarschuwing erbij, want het is wat, we gaan het ook doen. Hè. Dat is een afspraak, een belofte en die lossen we in. Ik weet alleen niet of onze kookkunsten van dusdanige aard zijn, is dat het dan na afloop ook echt als een prijs wordt ervaren. Maar wij gaan in ieder geval ons best erop doen, dat beloof ik. Ja, roffel, roffel, roffel. Roffel, 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 roffel. Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel. En de prijs gaat naar... De vestiging in... Utrecht. Utrecht! Ja! Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Marco, als jij de microfoon even bij Danny wil houden. Danny, de pannetjes hebben hun werk gedaan. Hebben hun werk gedaan, hè? En als ik het hoor, ik weet niet hoeveel het is geworden uiteindelijk. Utrecht. Dat weet ik ook niet, dat horen we na afloop. Ik denk toch wel een huisje, denk ik. Want er worden $7000 voor een huisje. Ik denk zeker dat we een huisje met elkaar gesproken hebben. Nou, kijk eens, hartstikke goed. Dat is alleen mooi. Van harte gefeliciteerd. Jullie natuurlijk ook van harte gefeliciteerd, Den Bosch en Nieuwegein, zeg ik maar eventjes. Terwijl jullie nog eventjes, nou vooral jij, nageniet van het vooruitzicht ook op het diner van de... Vooral het koken. Ja, meer dan 3 gangen. Ga ik weer naar de tafel. Marco, mag ik jou ook weer uitnodigen om aan tafel te komen zitten? Want we hebben het de hele avond wel over Oeganda. Maar laten we ook eens kijken of we een verbinding kunnen krijgen met Oeganda. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want in Kampala zit, als het goed is, Brenda. Nou, zij zit daar zeker. Kijk, daar is ze ook in beeld. Brenda, can you hear me? And can you say something as well, so I can hear you? Microphone on. Oh, you have to put your microphone on. Yes, we can wait. Dit is mij verteld, ik moet vertalen. Goed, ze zwaaide net. Oh, there you are, Brenda. I think it's exciting. How are you doing? I'm not bad. We're in lockdown, but I'm okay. And we're fine.
Oké, het gaat niet slecht, het gaat redelijk goed, zeg, als ik het eventjes zo vrij mag vertalen. Brenda, kan je the projects of Habitat in your country, in Uganda? Beg your pardon? Can you tell us something about the project of Habitat in Uganda? Thank you so much, Matthias. And just like the video said, our intervention is more than just a habitat. Ja, Brenda, ja, het is live. Ja, het is, Vocational het is live. Institute. Yes. Ik krijg een soort From there, so far we've empowered over. To date we've empowered over 500 youth. Als wij nu ook allemaal stil zitten, dan lijkt het alsof alles stil zit. Ik weet niet of het gaat lukken. Ik kijk heel even naar de regie achter de tafel. We hebben natuurlijk een backup filmpje klaarstaan van Brenda. Misschien is het een idee. Or can you hear me now, Brenda, again? Let's just try it. Can you hear me? Okay. I said our intervention is more than just a house in Kampala. We've to date empowered over 400 youth, and built over 40,000 houses. And like you've seen our video, we have the aim of empowering the youth to be able to sustain the family and themselves to earn a better future. Mm-hmm. And what you've seen actually is what we hope to do, or what we're going to do with what we get tonight. Okay, okay. Let me just quickly translate it for the viewers at home. Als ik het goed begrepen heb, want mijn Engels. I don't know if I'm still live. Yes, you are still live. So don't pick your. You are still live, Brenda. Ze zegt ja, het is eigenlijk meer dan een huis. Het zijn 400 à 500 jongeren die met deze projecten bezig zijn. Zeg ik het goed, Jennifer? Goed, ja. En dat is dus iets waar ze mee in de toekomst door zullen gaan. Met onder andere het geld wat vanavond hier opgehaald gaat worden. Brenda, we are going to the big final of the evening. Almost. And after that, if you are okay with that, we will return to you as well. So if you can stay online, that would be very, very nice. Goed. Ik denk dat ze het wel begrepen heeft, toch? ik heb gezegd dat we naar, het grote moment eigenlijk toe gaan. Namelijk naar de bekendmaking van het totaalbedrag. En dat gaan we doen. Gaat het nog goed, Karin? Ja. Dat gaan we doen. Ja, maar ze hebben echt kaart gewerkt, hè, die studiovestigingen. Want je haalde het net eventjes aan, maar dat is echt... Ja, naast al het andere werk wat ze doen. Ja, natuurlijk. Het is gewoon iets extra's. Natuurlijk. En in een tijd waarin iedereen ook vooral met zichzelf bezig is. Ja, en met COVID en in zijn eigen bubbel. Is het natuurlijk razend knap dat er zo ontzettend veel geld en zo ontzettend veel energie in is gestoken. Ja? Je bent niet voor niks directeur geworden. Kom maar mee. Eens even kijken, waar had je die microfoon gegeven, Mark? Want dan geef ik jou die eventjes. Had jij die... Oh, die ligt daar. Kijk. We hebben hier namelijk een rode knop staan. En ik tel zo meteen af van 3 naar 0. Nee, van 3 naar 1. En dan horen we een trommelgeluid en dan verschijnt in beeld het totaalbedrag. Ben je er klaar voor? Dat heb ik altijd wel een keer willen zeggen. Ja. Nee, nog niet. Ja. Marco, ken je dat van die vroeger van die televisieprogramma's? Oké, okay, klaar voor. 3, 2, 1. Daar komt hij. Nou, in beeld verschijnt nu 46.633 euro. 46.000, dat is ontzettend veel geld. En om de cheque uit te reiken is hier Mark van Breukelen. Nou, wat zeg ik, een cheque? Daar komt een enorme unit aan. Ik neem de microfoon voor jou aan. Dag Mark, ik moet je ook even introduceren. Ik heb, je bent directeur ben jij, hè? Ja, business unit manager noemen we Business unit manager, kijk eens aan. Je mag zelf de microfoon even vasthouden. Ik zie daar een
enorme. Jullie hebben niet bezuinigd op de grootte van die cheque. Nee, daar ligt het niet. Nee. Nee. Kom even hier bij me staan. Dan kan iedereen. Ga ik even voor jou staan. Eddie, het spijt me. Maakt niet uit. Laat hem eens eventjes zien. 46.633 euro. Hartstikke goed. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Ja, ik ben ongelooflijk trots op alle vestigingen. Dat, al heel veel is voor mijn voeten weggemaaid. Maar ja, in deze tijd, vier maanden zijn we bezig geweest. Ja, of iets al, ja. Vier maanden zijn wij bezig geweest om dit bedrag bij elkaar te sparen. In een tijd die heel bizar is. Hè. Iedereen is druk met zichzelf, bang voor corona, lockdowns. Andere kant ook wel een hele stabiele situatie. Want we konden wel werken, hè, de vestiging. Ja. Konden wel doorwerken, ja. Wat dat betreft. En ja, gewoon super trots dat ze dit gehaald hebben. Ja. En ik wil daar nog een kleine verrassing aan toevoegen. En ik heb een stift in mijn zak gestopt. Ja. Ik wil eigenlijk hier een ander bedrag van maken. Namens Tio. Oké, ik loop met je mee. Ja. Wat Ja, ik wil eigenlijk Habitat vanuit Stio aanbieden dat we het bedrag verdubbelen. Ja. Dus daar gaan we van maken. Ik heb hem van de voorheid verteld. 93.266 euro. Hou die check maar eventjes voor je. Dan kunnen we het ook aan de mensen laten zien. Kijk, kom hier. Kom even hier naar me staan. Kijk, drie, kijk. Oh, iets meer deze kant op. Iets meer deze kant op. Ja, ja, ja. Kijk eens, het is een beeld. 93.266 euro. Uitroepteken! Hartstikke goed. Dankjewel. Mark, ik zou zeggen, mogen we die cheque hier laten? Hartstikke goed. Dankjewel. Karin, dit had jij niet verwacht als ik jouw reactie zou zien. Dankjewel, Mark. Hartelijk dank. 93.000 euro. Wat een heleboel geld. Ja. Fantastisch. Ja, toch? Nou, hartstikke goed. Nou, fijn. Eens kijken of Brenda er nog is. Zou Brenda er nog zijn? Brenda? Are you still there? Oké. Ah, nou jammer. Oh, ja. Ik moet even mijn kaartjes... Ik ben ook helemaal van de leg, dat snap je natuurlijk wel. Mag ik dan even ook namens Brenda en alle collega's in Oeganda en het team van Habitat in Nederland mij enorme dank uitspreken. We werken al 20 jaar samen met heel veel plezier. Organiseren met graag de allerlei activiteiten, met name de bouwreizen voor Stio. We hebben al meer dan 25.000 mensen kunnen helpen met jullie steun. 25.000 mensen in de afgelopen 20 jaar. Met steun van Stio, met hun klanten en relaties. En ook met dit bedrag kunnen we weer ontzettend veel mensen in Oeganda helpen. Dus wij zijn er stil van. En heel erg bedankt. Nee. Nee, want ik sprak jou net voor de uitzending. Je hield eigenlijk niet op. Je bleef maar praten. Nee, maar ja. Je kan mij wel stil krijgen. Hoor. Ja. Nou, fantastisch. Ik hoop dat de mensen die kijken net zo blij zijn als wij hier. Ik wil nogmaals alle vestigingen ongelooflijk bedanken voor jullie enorme inzet. Volgend jaar organiseert Stio samen met Habitat hopelijk weer een echte bouwreis. Waar jullie de handen zelf uit de mouwen kunnen steken. Ik wil heel hartelijk bedanken mijn gasten, Danny Overeem namens de vestiging Utrecht, de grote winnaar van vanavond, Christine uit Den Bosch, Eddie hier uit Nieuwegein, aan tafel, Christel? Ja, goed. Christel? Mijn oma heet Christine, dus... Ja, precies, ik hou je de hele tijd in de war met je oma. Karin Nas van Habitat Nederland, Jennifer Lemke Habitat Nederland en natuurlijk Marco Harkers namens Stio. Heel hartelijk dank. Ja, en laten we hopen, kijk, dit is natuurlijk fantastisch. Nog mooier is het als jullie volgend jaar weer echt op bouwreis kunnen en er samen aan de slag kunnen om een steentje bij te dragen. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.